بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، beste volgers en kijkers, we zijn vandaag met onze geliefde broeder Abdullah Mahboub, hafidahullah wa jazahallahu khairan. In deze nieuwe serie van Dawa Ana zullen we het hebben over een aantal boeken die studenten van kennis, die wij zullen uitnodigen, zelf zullen uitkiezen. Om voor ons, inshallah, aan het einde van de serie een goed beeld te creëren over wat voor boeken bekeerlingen of beginnende studenten van kennis nou het beste kunnen bestuderen. Nou. Want ondanks dat Dawa NL natuurlijk bekend staat als een stichting die vooral gefocust is op de uitnodiging naar de islam en het begeleiden van bekeerlingen, krijgen we ook heel veel vragen van moslims. Ook tijdens de straatdawa. Worden ook veel boekjes uitgedeeld aan mensen die vanuit huis moslim zijn. En een van de vragen die heel vaak naar voren komt, ook online, is: wat zijn nou de goede boeken die we moeten bestuderen? Wat zijn de wetenschappen die we allereerst moeten bestuderen? En om daar natuurlijk een goed beeld van te krijgen, hebben we studenten van kennis nodig. Die hebben gestudeerd met de geleerden. Zij kunnen dan, inshallah, een helder beeld schetsen van de boeken die wij moeten bestuderen. En op welke manier? En welke profijten wij daar dan uit kunnen onttrekken, inshallah. Nou, mag Allah azawajal ons en de kijkers, degene die nu luisteren, succes schenken in dit werelds leven en hiernamaals. Alhamdulillah, het opdoen van kennis is een grote gunst. Allah azawajal begunstigt de mensen met kennis. Allah zegt in de Koran, Yarfa'illahu alladhina amanu minkum, walladhina utul ilma darajat. Allah azawajal verheft de gelovigen onder ons. En degene die kennis bezitten in gradaties. Dus Allah azawajal verheft degene die op zoek zijn naar kennis en vervolgens dit ook verwerven. Wel, sterker nog, de profeet alayhi salatu wassalam zegt in een authentieke hadith: Men salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhala Allahu bihi tariqan ila jannah. Wie een weg inslaat waarbij hij probeert kennis op te doen, Allah azawajal zal voor hem een pad maken naar het paradijs. En is dat niet hetgeen dat we allemaal willen? Uiteindelijk is dat het doel. Je doet kennis op voor de tevredenheid van Allah azawajal, zodat je weet wie jouw schepper is, wat zijn recht is. En vervolgens daarmee dat jij het paradijs verkrijgt. Ja. Klopt. Jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan. Zoals jullie weten, zoals jij weet, de geleerden hebben altijd gezegd, al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Dat kennis komt voor het doen van uitspraken of het verrichten van daden. En op basis van kennis kunnen wij natuurlijk de daden verrichten. En dat is uiteindelijk waar het om gaat. Dat het geloven en het verrichten van goede daden die ons dichter bij Allah Jalla Ala brengen, inshallah. Nee. De islamitische wetenschap is heel breed. Er zijn verschillende onderwerpen. Klopt, er zijn primaire onderwerpen, secundaire onderwerpen. Wat is hetgeen waar de beginnende student van kennis of de bekeerling zich op moet focussen qua wetenschap? Je hebt ongetwijfeld gelijk. Er zijn zoveel verschillende onderwerpen en vakken die je kunt bestuderen als moslim zijnde. Maar het belangrijkste onderwerp voor een ieder is het bestuderen van het tawhid, het monotheïsme, als het gaat om het recht van Allah azawajal. Dus dat je Allah subhanahu wa ta'ala één maakt. Ja. Zowel in zijn heerschappij, maar ook in jouw aanbiddingen en in de namen en eigenschappen. En de profeet alayhi salatu wassalam stuurde wel eens mensen erop uit om da'wa te doen. En hij zei dan tegen hen: laat het eerste waar je naar uitnodigt la ilaha illallah zijn. Dat mensen Allah azawajal één maken in zijn recht van aanbidding. Dus dat is het allerbelangrijkste gebod en het allerbelangrijkste onderwerp. Sterker nog, de profeet alayhi salatu wassalam zei een keer een hadith van Mu'ad ibn Jabal. Hij zei: ja Mu'ad, o Mu'ad, atadri ma haqqullah ala al-abid. Weet jij wat het recht is van Allah azawajal als het gaat om de dienaren, jegens de dienaren? En zo ook het recht van de dienaren richting Allah azawajal. Hij zegt: het recht van Allah is dat ze hem aanbidden en één maken. En vervolgens is dan het recht van zo'n dienaar dat ze niet gestraft worden. Dus het allerbelangrijkste gebod en het allerbelangrijkste onderwerp om te bestuderen is het tawhid. Hetgeen waar alle profeten naar hebben uitgenodigd van min Adam alayhi salam en de eerste rusul, Nuh alayhi salam, eerste boodschapper, tot aan Mohammed sallallahu alayhi wasallam. Hun da'wa, hun oproep was één. An i'budullah ma lakum min ilahin ghayru.
aanbid Allah azza wa jal. Dus dat was het, de centrale boodschap van alle profeten. Ja. Dus dat is ook hetgeen dat een moslim moet leren. Yani. Mm-hmm. Oké. Uit hetgeen wat je net hebt gezegd, zie ik wel iets heel profeetvols. Dat is eigenlijk dat alle profeten dus met dezelfde boodschap zijn gekomen. Dus is het dan ook zo, want dit is ook een vraag die we dan vaker tegenkomen. Is het dan ook zo dat alle profeten moslims waren? Klopt, ze waren in principe allemaal moslims. Ja. Wat is nou islam en moslim zijn? Ja. Al-islam betekent al-istislamu lillahi bit-tawhid. Islam betekent dat je jezelf overgeeft aan Allah middels het monotheïsme, wat we net zeiden, het belangrijkste onderwerp. Wal-inqiyadu lahu bit-ta'a wal-bara'atu min ash-shirk wa ahli. Dus dat je de geboden nakomt en dat je je distancieert van degene die op juist het tegenovergestelde bevinden, dus op afgoderij, et cetera. Dus in die zin waren alle profeten en boodschappers op het islam en waren zij degene die zich hadden overgegeven, een moslim, yani een persoon die zich hadden overgegeven aan de wil van Allah, maar ook aan zijn alleen recht in aanbidding. De profeet alayhi salatu wassalam zei ook, al-anbiya, de profeten zijn ikhwatun li'allat. Ummahatuhum shatta wa dinuhum wahid. Ze zijn van verschillende moeders, kun je zeggen, maar ze hebben één enkel religie. Het gaat erom, die centrale boodschap was allemaal hetzelfde. Als je kijkt naar alle profeten, er zijn meerdere verzen waarin staat dat die profeet is gezonden naar zijn volk. En i'budullah, ma lakum min ilahin ghayru. En hij zei dan tegen zijn mensen, aanbid Allah azza wa jal. Hij is de enige echte God, ware God die jullie hebben. Ja. Keer op keer zie je dat thema terug in de Koran. Het kan zo zijn dat inderdaad de regelgeving hier en daar verschilde. Bijvoorbeeld in spijswetten, wat wel mag geconsumeerd mag worden en wat niet. Dat noemde de sharia. Maar de centrale boodschap, wie jouw heer is en datgene wat je zou moeten geloven, dat kan niet veranderen. Het blijft hetzelfde. Ja. Dus in die zin was Mohammed sallallahu alayhi wa sallam moslim. Jezus, Isa alayhi sallam was een moslim. Ja. Musa was een moslim. Ze waren allemaal moslims. Mashallah. Dat is heel goed om te horen. Mm-hmm. Vooral voor de kijkers, inshallah. En ook vooral voor de kijkers die interesse hebben in de islam. Ja, ongetwijfeld, om dat zij dan, inshallah, niet het gevoel hebben dat zij, afwijken of zo? Ja, niet dat zij niet het gevoel krijgen dat zij bijvoorbeeld als christenen Jezus moeten verlaten. Nee, of hun profeet moeten verlaten. Bijvoorbeeld een Joodse persoon die Musa alayhi salam aanhangt. En dat hij weet dat hij eigenlijk op een vervolg zit van hetgeen waar zijn profeet mee is gekomen. Ja, als je het zo bekijkt, dat is inderdaad zo. Sterker nog, je kan geen moslim zijn als je Isa, Jezus of Mozes verloochent. En Allah zegt over ons profeet, قُلْ مَا كُنْتُ بِدَعًا مِنَ الرُّسُلِ. Ik ben geen soort nieuw lichterij, iets helemaal nieuws van onderen. Yeah. Boodschappers. Hij volgt datgene wat God hem had geopenbaard. Ja, barakallah fik. Of ik, barakallah. Aangezien dit dan de boodschap is van alle profeten, vanaf Adam alayhi salam tot Mohammed sallallahu alayhi wasallam. Dit is natuurlijk een heel sterke indicatie van hoe belangrijk dit is. Het tawhid. De geloofsovertuiging van de moslim. Dat Allah vereenzelvigd dient te worden in de aanbiddingen van zijn dienaren. Ja. Welk boekje of welke verhandeling heb jij voor ons vandaag meegenomen om daarover te praten, wat je hebt bestudeerd. En wat goed is om dus deze belangrijke wetenschap, waar alle profeten eigenlijk mee zijn gekomen, om dat dan voor jezelf te bestuderen. Nou, er zijn inderdaad zijn een paar boeken die handig zijn voor een beginnende persoon, of nou een bekeerling is, of iemand die al moslim is. Ja. Van huis uit zou je kunnen zeggen. Maar vervolgens het moment nu aangebroken is dat die persoon zich meer gaat verdiepen in zijn religie en wilt praktiseren. En dan moet je kijken welk boek past dan op dat moment voor zo'n persoon. Mm-hmm. En ongetwijfeld begin je met de boeken die makkelijker zijn. Yeah. En ook nog eens wijdverspreid zijn en veel uitgelegd worden. Mm-hmm. Nou, een van de meest ideale boeken in mijn ogen zou dan zijn het boek De Drie Fundamenten. Yeah. De Drie Fundamenten, geschreven door Mohammed ibn Abdul Wahhab. Yeah. Het boek gaat eigenlijk over het tawhid. Yeah. Dus datgene wat we net zeiden, het alleenrecht van Allah op de op zijn dienaren als het gaat om de aanbidding. Dus dat we onze aanbiddingen slechts richten tot onze ene ware God. Ja. En hij behandelt de drie vragen die ieder zal krijgen in het graf. Mm-hmm. Een persoon als hij komt te sterven, vervolgens in het graf gelegd wordt, zullen er engelen komen en die zullen hem bevragen. Ja. En ze zullen zeggen, man rabbuk, wa man nabiyuk, wa ma dinuk. Wie is jouw heer?
wie is jouw profeet die nou heel gezond is? En wat is jouw religie, wat is jouw geloof? Dus dit boek gaat over deze belangrijke thema's. Ja. Nou. Tayyip, Jazakallah khairan. Jazakallah khairan. Je hebt een boekje opgenoemd, een titel opgenoemd die heel bekend is. Usul al-Thalatha in het Arabisch. Geschreven door Sheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab al-Tamimi. Rahimahullah. Een naam die heel vaak gehoord wordt. Maar waar ook het een en ander over wordt gezegd. Zou jij misschien in het kort, ook om bepaalde misvattingen op te kunnen helderen, inshallah, hiermee, iets korts kunnen vertellen over de sheikh, wie hij was, ja, die het boekje heeft geschreven, maar ook over zijn uitnodiging en waar dat nou op gebaseerd is eigenlijk? Nou, dat zou ik kunnen doen, inshallah ta'ala. Ja. Nou, de sheikh heeft geleefd in de 18e eeuw. Ja. Als je kijkt, de christelijke jaartelling, 18e eeuw. Dat is iets meer dan 200 jaar geleden. Mm-hmm. Hij was een sheikh die is geboren in datgene wat we nu kennen als Saudi-Arabië. In het gebied van ongeveer Riyadh, zeg maar. Mm-hmm. Hij is daar geboren in een familie, een huishouden van kennis. Mensen om hem heen waren mensen die islamitische kennis bezaten. Dus hij heeft daar van kunnen profiteren. Mm-hmm. Vervolgens heeft hij, ja, niet terwijl hij heel jong was, heeft hij de Koran weten te memoriseren. Wat een succes is van Allah Azza wa Jal, die hij geeft wie hij wil. Mm-hmm. En vervolgens, nadat hij kennis had opgedaan bij zijn eigen familieleden, is hij ook nog eens gaan reizen om kennis op te doen. Bijvoorbeeld in Medina heeft hij daar meerdere geleerders aangetroffen die hem hebben onderwezen. Ja. Vervolgens is hij ook gegaan naar Irak, al-Iraq, ja, heeft hij daar ook kennis op gedaan. Uiteindelijk is hij teruggekeerd naar zijn land, zijn gebied. En heeft hij na verloop van tijd, heeft hij da'wa gedaan. Uitgenodigd naar het belangrijkste gebod, namelijk het tawhid. Hij ging de mensen dat onderwijzen. Alhamdulillah had hij heel veel mensen om zich heen gekregen die bij hem begonnen deze kennis te bestuderen. Mm-hmm. En je zou kunnen zeggen dat dat een soort herleving was. Want in die tijd waren er helaas veel zaken die gekenmerkt worden als bid'a. Nieuwlichterij. Yeah. Maar ook zaken van afgoderij. Mm-hmm. En je weet hoe minder mensen bezig zijn met kennis, hoe meer ze komen te vervallen in dit soort zaken. Klopt, in bid'a's en zaken die shirk zijn. Yeah. Afgoderij. Dus hij ging de mensen uitnodigen om terug te keren naar de Koran en naar de sunna. Yeah. De zuivere bronnen die we kennen. Mm-hmm. Hij had dus veel aanhang, maar op een gegeven moment had hij ook veel mensen die hem begonnen te bevechten en te bestrijden. Okay. Omdat ze afweken van de boodschap waarmee hij kwam. En als je kijkt naar zijn boeken, het is vaak qala Allah wa qala Rasul alayhi salatu wassalam. Als je kijkt naar zijn boeken, vooral Kitab al-Tawhid en andere boeken van hem, het boek der monotheïsme, zijn het bijna alleen maar verzen en ahadith. Yeah. Dus hij is niet met iets nieuws gekomen. Yeah. En dat zie je ook dat het geval was bij alle profeten en boodschappers. Mm-hmm. Elke keer dat ze kwamen naar hun volk en zeiden van, hey mensen, luister, jullie Heer is één Heer. Hij is de enige die het recht heeft om aanbeden te worden. Mm-hmm. Toen zeiden, dan zouden ze zeggen, aja'al al-alihata ilaha wahida. Heeft hij de afgoden tot één God gemaakt. Mm-hmm. Nou, deze mensen tot wie hij sprak, Muhammad ibn Abdul Wahhab, waren natuurlijk wel moslims overwegend. Mm-hmm. Maar hier en daar door onwetendheid kwamen ze wel te vervallen in shirk. Mm-hmm. Dus voor hen was het vreemd wat hij aan het zeggen was. Sommigen van hen waren gewend bijvoorbeeld het graf te bezoeken van het broertje, of de broer van Umar ibn Khattab, en zaken aan hem te vragen. Wat haak staat op het monotheïsme. Dus je wendt slechts tot Allah. Alle vormen van aanbiddingen, alleen maar tot Allah, subhanahu wa ta'ala, wendt. Dus als hij of zijn volgers dat zouden afkeuren, dan kan je begrijpen dat sommige mensen tegen hem in opstand komen of hem willen bestrijden. Ja. Maar zijn da'wa, zijn oproep was in principe dezelfde da'wa oproep als van alle profeten en boodschappers. Namelijk, mensen keer terug naar datgene wat te vinden is in de zuivere bronnen, namelijk de Koran en Sunna. En dat we onze aanbidding slechts wenden tot die ene ware God die het recht heeft om aanbeden te worden. Nou, jazakallah khairan. Jazakallah khairan. Je had het erover dat de sheikh is gekomen met de boodschap van de profeten en de boodschappers. Het enkel aanbidden van Allah Jalla wa'ala en het vermijden van de afgoden en afgoderij in welke vorm dan ook. Ik denk dat een van de meest voorkomende beschuldigingen, of valse beschuldigingen om het zo te noemen, naar de sheikh toe, het volgende is dat omdat hij bepaalde daden van de mensen in zijn tijd heeft bestempeld als afgoderij, op basis van de islamitische bronteksten, de Koran en de Sunna, is er vaak gezegd dat hij tekfir deed op de moslims. Natuurlijk op een
onterechte wijze. Ja. Wat kan je in het kort daarover zeggen? Kijk, er is altijd tafsir in deze zaak. Er is, er is een verschil tussen een zaak koffer bestempelen, omdat dat in de Koran en Sunna zo wordt genoemd. Dus zeggen dat deze zaak afgoderij is. En het tweede is tenzil al-hukum al-mu'ayyinat. Het, het aanwijzen of zeggen dat deze persoon daadwerkelijk, deze specifieke persoon daadwerkelijk is komen te vervallen in dat ongeloof en daarmee uit het geloof is getreden. Dus er zijn twee verschillende zaken. Dus aan de ene kant kun je zeggen, deze daad wat men zou verrichten, is afkeuringswaardig. Sterker nog, het is iets heel ergs, want het is shirk. Maar het is een tweede om te zeggen dat deze persoon vervolgens kafir is. En dat deed hij niet. In principe niet altijd. Hij ging, natuurlijk heb je voordat je tot die tweede stap gaat, heb bijvoorbeeld bepaalde shurut, bepaalde voorwaarden, bepaalde mawani' zaken die het kunnen belemmeren om dat oordeel over die persoon te vellen. En hij was niet iemand die te gehaast was daarin. Dus zijn oproep was het uitnodigen naar de tawhid, want hij zag dat er veel onwetendheid was onder de mensen. Dus hij was daar natuurlijk wel voorzichtig in. Hij ging niet strooien met takfir zoals sommige mensen dat over hem beweren, helaas. Ik wil iets heel kort daarover zeggen. Zoals de geleerden hebben gezegd, heeft Sheikh al-Islam Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah ook verschillende verhandelingen geschreven naar verschillende plekken, naar verschillende mensen. En in een van die verhandelingen heeft hij het volgende gezegd. Nahnu la nukaffiru ubbad al-qubur li'annahum ma wajadu man yu'allimahum. Man yu'allimahum. En dat is vrij vertaald. Wij doen geen takfir op de mensen die de graven aanbidden. Wat was het excuus? De daad is wel shirk, maar wat is het excuus voor takfir? Zij hebben dus niemand gevonden die hen zou kunnen onderwijzen. Geef dit voor ons ook niet aan, dus hoe belangrijk het is om deze kennis op te doen. Omdat je dan anders, zelfs vanuit onwetendheid, in deze geweldige zonde, of de grootste zonde in de islam, de afgoderij, kan vallen. Ja, dat klopt zeker. Dat toont juist aan het belang van het opdoen van deze kennis, zodat je niet komt te vervallen in de ergste zonde die er bestaat. Namelijk het gelijkmaken van Allah, de ware God, en anderen. En het dichter zei: Araftu sharra la li sharri, walakin li tawqihi, wa man la ya'rif sharra min al-khayri yaqa'u fihi. Ik heb het slechte leren kennen, niet om dat te verrichten, maar om onderscheid te maken tussen datgene wat goed is, correct is, juist is, en datgene wat niet zo is. En degene die geen onderscheid kan maken, die zal uiteindelijk hoe dan ook in beide komen te vervallen. Hij zal goed kunnen verrichten, maar ook af en toe slecht vervallen, in slechte zaken vervallen. En dit was ook de gewoonte van sommige van de metgezellen van de profeet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Zoals Hudayfa ibn al-Yaman. Hij zei: Kana an-nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam anil khair. De mensen waren gewend om het goede te vragen. Wat voor goede daden ze kunnen verrichten. Zaken die tot goedheid behoort. En ik was gewend om het slechte te vragen. Maar ghafata an yudrikani. Ik was bang dat het mij zou treffen. Dus het is ongetwijfeld iets heel belangrijks. Kijk, la ilaha illallah, het woord dat we uitspreken, bestaat uit twee delen. La ilaha illallah, nafian jami' ma yu'bad min dunillah. Dat eerste gedeelte, er is geen God. Je verwerpt eigenlijk datgene wat mensen aan valse goden toeschrijven. Dat ze bestaan of dat ze het recht hebben om aanbeden te worden. Illallah, dat is het tweede gedeelte. Je bevestigt dus de aanbidding slechts voor die ene ware God. Dus je moet beide zaken kennen. Zowel datgene wat mensen helaas doen. Het kennen van deelgenoten en partners aan Allah. Zodat je daarover kunt waken dat je daar niet in komt te vervallen. Maar je moet ook weten wie Allah is. En het recht dat hij heeft op jou. Jazakallah khairan. Jazakallah khairan. Mooi uitgelegd. Barakallah fik. Tayyib, we gaan het kort hebben over het boekje inshallah. Usul al-Thalatha, de drie fundamenten. En je hebt aangegeven dat de drie fundamenten eigenlijk de drie vragen in het graf zijn. Kan je ons kort vertellen wanneer jij dit boekje hebt bestudeerd? Hoe je dit boekje hebt gevonden? Wat een aantal belangrijke punten zijn? Je mag beginnen waar je wil. Bijvoorbeeld, wanneer heb je dit boekje voor het eerst bestudeerd? Want ik ken jou natuurlijk best wel lang. En als ik me goed herinner, is het wel denk ik een jaar of 10, 12 geleden. Dat je er eerst mee bent begonnen, toch? Het eerste moment kan ik eigenlijk niet herinneren, maar ongetwijfeld hebben we dat bestudeerd hier in Nederland. Met docenten die we hier nog steeds kennen, die nog steeds doseren. Ik kan nu niet even aanwijzen bij wie ik het heb bestudeerd, maar de docenten die we kennen in Nederland, zeg maar. Alhamdulillah, mogen Allah hen rijkelijk belonen. Vervolgens hebben we dit boek ook meerdere keren bestudeerd toen we in Riyadh nog studeerden, bij bepaalde mashayikh. Dus alhamdulillah hebben we die gunst ook gehad. En daarna hebben wij het zelf ook, toen we terugkwamen,
het boek gedoseerd aan mensen. Ja. Onlangs nog zelfs. Mm-hmm. Hebben we dat in een aantal weken, dat boek, behandeld in de moskee. Je hebt het zelf onderwezen? Ja, ik heb het zelf onderwezen bij, bij een moskee in Rotterdam-West. Mm-hmm. En alhamdulillah, voor degene die de moskee kennen, Masjid al-Mukarram, daar mm-hmm. kan mensen naar teruggrijpen mm-hmm. om die lessen die dan gegeven zijn, mm-hmm. terug te beluisteren. Ja. Inshallah zijn dat, is het in beknopte wijze uitgelegd. Ja. De manier dat ik had gedaan was best wel beknopt. Ja. Want je kan het heel uitgebreid uitleggen, maar ook heel beknopt. Ja. Het ligt er een beetje aan. Je ziet dat sommige mashayikh, sommige leraren heel lang de tijd voor nemen en dan heel uitgebreid stilstaan. En anderen heel kort. Wij hebben zelfs Ayyam al-Miya gekend. Dan hebben ze in één dag of twee dagen doen ze dat boek behandelen. In Riyadh hebben dat in een dag gedaan. Mm-hmm. En een andere keer was dat Mashaykh Mohammed bin Ramzan al-Hajiri had dat in twee dagen gedaan. Kwam naar Riyadh bezoeken. Had hij dat in twee dagen gedaan, waarvan ik één van die twee dagen had bezocht. Dus sommige mashayikh doen het in een hele kort tijdbestek. Wat ook goed is. Ik vind dat beter eigenlijk. Want het zijn hele basis boeken die eigenlijk de basis zijn voor ons. Mm-hmm. Dus als je daar heel lang bij stilstaat, kan het voor iemand die net beginnend is, op een gegeven moment te langdradig zijn, verwarrend zijn, omdat hij niet het begin en het einde daarvan kent, snap je? Maar het kan ook soms goed zijn om daar langer bij stilstaan. Vooral als iemand het boek al meerdere maals heeft bestudeerd, dan is het misschien wel handig om er wat uitgebreider en langer bij stil te staan bij elk gedeelte en daar veel uitleg over te geven. Ja. Jazakallah khairan. De verschillende geleerden hebben natuurlijk verschillende profijten. Dus voor een student op middelmatig niveau of wat nog wat hoger niveau, is het dus blijkbaar handig om er wat langer bij stil te staan. Klopt, dan kan je meerdere profijten onttrekken uit de tekst van verschillende geleerden, inshallah. Maar we hebben natuurlijk te maken met bekeerlingen. En met beginnende studenten, gewoon onze jongeren bijvoorbeeld die wij op straat tegenkomen, dat zijn misschien jongeren vaak tussen de 15 en de 25 jaar, die dit soort vragen stellen. De lessen die jij hebt opgenomen bijvoorbeeld, hè, die we volgens mij terug kunnen vinden op de site van Dawa.nl. En een stukje staat op Facebook, als ik het goed heb. Staat dat op Facebook of op het YouTube-kanaal van Masjid al-Mukarram? Als ik het goed heb, is het nog niet helemaal goed verspreid. Mm-hmm. Staat er een les op YouTube en de resterende lessen staan op Facebook. Oh, ja, inderdaad. Maar allemaal onder natuurlijk Dawa.nl. Okay. En je zegt dat je het in volgens mij zijn het vier lessen, dus je hebt het beknopt gehouden en je bent er snel doorheen gegaan. Klopt, ja. Is dat dus de manier waarop de beginnende student hiermee om zou moeten gaan? Ongetwijfeld is dat denk ik de manier. Dat zegt ook Ibn Khaldun in zijn Muqaddimah. Yeah. Hij geeft een beetje de manier aan hoe je het best een boek kunt bestuderen. Okay. Waarin hij beschrijft dat een beginnende persoon, want je zei net, je hebt drie verschillende soorten mensen. En Muqtadi, echt een beginner. Yeah. En vervolgens iemand die in het middel er tussenin zit. Mm-hmm. En een gevorderde student. Yeah. Of onze doelgroep is voornamelijk meestal de beginners, zeg maar. Mensen die of zojuist bekeerd zijn of net beginnen te praktiseren. Dus dan is het handig inderdaad dat zij op een beknopte wijze dit bestuderen. En Ibn Khaldun zegt dus in zijn Muqaddimah dat de beste manier dan om dat te bestuderen is het heel beknopt te bestuderen. En dan vervolgens, nadat je dat een keer hebt bestudeerd, dat ene boek bijvoorbeeld, dan ga je naar het volgende boek die iets uitgebreider is. Dan ga je dat boek bestuderen en dan vervolgens een wat dikker boek. Dus steeds meer uitleg krijgen. Yeah. Of een andere manier is dat je datzelfde boek eerst beknopt, behandelt. Mm-hmm. En vervolgens als je een soort, zeg maar, een soort beeld hebt van waar het boek over gaat. Mm-hmm. De thema's en de onderwerpen binnen dat ene boek. Dat je vervolgens datzelfde boek opnieuw gaat bestuderen. Met een sheikh of een andere sheikh. En dan iets uitgebreider. En zo, wahakadayani. Mashallah. Dat klinkt heel logisch. Mm-hmm. Dat je er natuurlijk aan begint, een beeld ervan krijgt, dat je bepaalde zaken dan ondertussen hebt gememoriseerd, inshallah. Want, dat is ook een belangrijk aspect. Ja. Vertel ons kort over het belang van het memoriseren van kennis. Ja. Kijk, al-ilm, ze zeggen kennis, is niet slechts het lezen. Ja. Sterker nog, eigenlijk de basis vaak van kennis, als je kijkt naar de woorden van de geleerden en ook de zelf, en onze profeet Mohammed, sallallahu alaihi wasallam, zie je dat zij heel veel belang zouden hechten aan het memoriseren. Yeah. De profeet alayhi salatu wassalam zei: Naddar Allahum ra'an, sami'a maqalati, fahafidhaha. Mogen Allah azawajal iemands gezicht verlichten, die mijn uitspraak aanhoort en vervolgens dit memoriseert. Yeah. En dan, als je dat hebt gememoriseerd, het overbrengt aan anderen.
waarop we mubelligen, ou'a min sami'. Wellicht dat je die persoon het overbrengt en dat die persoon er nog meer begrip en kennis kan uit onttrekken uit die uitspraak dan degene die het aanvankelijk heeft gememoriseerd. Mm. Maar hoe dan ook, je ziet dat onze vrome voorgangers, de profeet alayhi salatu wassalam, heel veel belang zouden hechten aan het memoriseren. Want datgene wat je memoriseert, dat blijft met je. Vooral als je nog wat jong bent. Als je jong bent, ze zeggen ook al-ilmu fil hajar kan naqshi fil hajar. Fil sigar kan naqshi al-hajar. Het opdoen van kennis, terwijl je nog jong bent, het is alsof je graveert in steen. Het blijft ook meestal. En een van de vrome voorgangers, een van de geleerden van vroeger, zeiden: man kanat bidayatuhu muhriqa, kanat nihayatuhu mushriqa. Als jij in jonge jaren veel inspant, dan zul je ook zien dat naarmate van tijd later, dat je dan ook zult schijnen. Dus vooral als je jong bent en je kunt veel memoriseren, is dat eigenlijk heel belangrijk. Dus als je kan, is dat ook het advies van de geleerders om dit boek, wat we net zeiden, de drie fundamenten, te memoriseren. Wat zijn volgens jou de meest belangrijke punten of de meest belangrijke profijten die je uit dit boek hebt gehaald? Nou, om te beginnen dit boek, de sheikh begint niet direct met de drie vragen waar we net zeiden in het begin. Ja. Dat het boek gaat over de drie vragen die persoon krijgt in zijn graf. Wie zijn heer is, wie zijn profeet is en wat zijn religie is. Hij begint met een korte inleiding. Na de besmele zegt hij, I'lam rahimakallah. Weet, mocht Allah azawajal jou begenadigen. En dat is ook weer, toont weer aan de goedheid van deze leraar jegens degene die bij hem kennis opdoen. Want hij vraagt Allah subhanahu wa ta'ala voor genade voor jou. En hij noemt vervolgens, hij zegt, je moet vier zaken kennen. Hij zegt, ten eerste dat je kennis dient op te doen. Vervolgens dat jij daarna moet handelen. Ja. Vervolgens dat jij daar da'wah voor moet doen. Ja, en je moet daar mensen voor naar uitnodigen. Dus datgene wat je kent, het goede daarvan, de mensen onderwijzen en doorgeven. En vervolgens dat je daar geduld mee hebt. Dus dit is een soort mooie inleiding voordat hij verder gaat op datgene wat hij daarna later gaat vermelden. Ja. Nadat hij deze vier verplichte zaken heeft opgenoemd, noemt hij nog drie belangrijke zaken. Al-ula, anna Allah khalaqana wa razaqana wa lam yutrakna hamala. Dat Allah azawajal ons heeft geschapen en ons voorziet en ons niet zo heeft achtergelaten in deze zomaar gewoon. Maar hij heeft boodschappers gestuurd. Degene die hen volgen en gehoorzamen in datgene wat ze bevelen, die gaan naar het paradijs. En degene die dat niet doet en zijn rug naar hen toekeert, naar de boodschap, maar waar ze gekomen zijn, die zal uiteindelijk naar de hel gaan. En de profeet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam zei, er is niemand in deze umma, of je nou een jood bent of een christen, die van mij hoort. Dus Mohammed, de profeet, de laatste profeet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, en vervolgens niet ervoor kiest om hem te geloven en te volgen, illa daghalanar. Behalve dat hij uiteindelijk komt te vervallen in het hellevuur. Dus hij noemt eerst vier verplichte zaken en dan noemt hij drie belangrijke zaken. Ten eerste dat Allah azawajal ons niet zomaar heeft geschapen. En niet zomaar met rust heeft gelaten zonder ons een boodschap mee te geven en het doel van onze schepping. Hij heeft ons geschapen en voorzien voor een groot doel. Ten tweede zegt hij dat Allah azawajal niet tevreden is dat er partners met hem aan hem worden toegekend in aanbidding. La malakum muqarrab wa la nabiyyun mursal. Geen dichtbij engel, een nobele engel, nog een profeet of een boodschapper die gestuurd is. Dus ook al is het de profeet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, hij heeft geen nasif in ibadah, hij heeft geen aandeel in aanbidding. Hij mag niet aanbeden worden. Ja. Nog Isa, nog Jezus, wat helaas sommige mensen toch gaan doen. Ja. Nog Mozes, niemand niet. Allah azawajal is de enige die ons heeft gemaakt. En hij is ook de enige die het recht heeft om aanbeden te worden. En vervolgens zegt hij, degene die Allah azawajal één heeft gemaakt, het is niet toegestaan dat hij dus degene die wel in afgoderij komt vervallen, veel goderij, dat zij dan heel loyaal zijn met die mensen en extreem veel van hen gaan houden, et cetera. Want je houdt van Allah azawajal. Dus degene die in strijd is met Allah, dus ervoor kiest om afgoden te aanbidden, et cetera, je zou niet juist heel loyaal en heel erg veel moeten houden van mensen die dat aanhangen. Ja. Dus dat zijn mooie inleidingen. Noemt hij vervolgens nog een andere korte inleiding, wat al-Hanifiyya inhoudt. En dan gaat hij erop over om te beschrijven dat er drie vragen zijn. Ja. Maar Rabbuk, wie jouw Heer is. En dat is natuurlijk Allah azawajal. Ja. Degene die hij die alles heeft geschapen. En als hij alles heeft geschapen, dus dat hij degene die schept, voorziet en verordeneert. Dus hij is de Rab, de Heer. Dan is het ook logisch dat je hem alleen aanbidt. Zoals Allah zegt,
Ja, ayyuha an-nas, u'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun alladhi ja'ala lakum al-ardha firasha ila akhir al-aya. Hij zegt, o mensen, vrees jullie Heer die jullie heeft geschapen. En dan noemt Allah azawajal een aantal gunsten over het neerdalen van regen, et cetera. Dus de mens erkent dat ook, dat er een schepper moet zijn. Dus één ware schepper is. En dat hij dus ook degene is die ons voorziet, et cetera. Hij zegt vervolgens, فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Dat betekent dus, erkent dus geen andere god naast hem. Dus maak geen deelgenoten naast Allah azawajal in aanbidding. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ, terwijl jullie weten. Terwijl jullie weten dat hij ook de enige is die heeft geschapen, die jullie voorziet, regen doet neerdalen. Als je dat erkent, is het ook dan meer dan logisch dat je hem alleen aanbidt. Dus als hij de enige schepper is, is hij ook de enige die het recht heeft om aanbeden te worden. Ja, barakalofik. Dus kort samengevat, dit boekje gaat over de drie vragen in het graf. En elke persoon zal sterven. Dus elke persoon zal deze vragen gesteld krijgen. Dat geeft denk ik ook aan hoe belangrijk het is om kennis hierover op te doen. Of je nou moslim bent en dat je deze kennis niet bezit. Of ook voor de mensen die misschien kijken die geen moslims zijn. Dat zij zich realiseren dat ze niet voor niets zijn geschapen. Dat er een groot doel is. En dat men ook daarover kennis moet opdoen. Dus dit kan ook voor hen een motivatie zijn om die kennis op te gaan doen. Of in ieder geval te gaan onderzoeken. Ongetwijfeld, ja. Dit boekje, je hebt het bestudeerd, je neemt het mee in je uitnodiging. Kan je ons kort vertellen hoe bijvoorbeeld de kennis die jij hebt opgedaan uit dit boekje, jouw kennis over Allah Jalla Wa'ala, jouw kennis over de religie Islam en jouw kennis over de profeet Mohammed alayhi salatu wassalam, hetgeen wat in dit boekje is vermeld, wat je hebt meegenomen van de geleerden, hoe pas jij dat toe in jouw uitnodiging bij Dawa Anam? Kijk, het belangrijkste is dat een persoon, ya'budullah ala basira, dat een persoon Allah subhanahu wa ta'ala aanbidt op basis van duidelijk inzicht, duidelijke kennis. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basira, ana wa man ittaba'ani. Zeg, dit is mijn weg, ik nodig uit naar Allah subhanahu wa ta'ala ala basira, op basis van inzicht. En dat vinden we dus terug duidelijk, alhamdulillah, in dit boek. Het is datgene wat Allah heeft gezegd in de Koran, hij noemt vers op vers, hele tijd door. In dat boek worden verzen genoemd. En woorden van onze profeet Mohammed sallallahu alayhi wasallam. Dus je krijgt een duidelijk beeld waar de islam eigenlijk over gaat in een kern. Want je kan dan anders komen te vervallen in bijvoorbeeld retoriek en gepraat die niet gebaseerd is op duidelijke verzen en hadith, maar op misschien filosofische stelregels, et cetera. Waardoor je eigenlijk niet Allah subhanahu wa ta'ala aanbidt op basis van zuiverheid, op basis van kennis. Dus dit boek geeft jou een houvast waarin je moet geloven als moslim zijn. Wat is nou de basis? Ja. Want in het graf word je inderdaad gevraagd over deze zaak. En datgene wat je dan zal baten is deze kennis die je hebt opgedaan. En indien je dan vervolgens daarin gelooft en handelt, zal Allah subhanahu wa ta'ala jou het succes schenken om deze antwoorden te geven. Mijn Heer is Allah, Mohammed sallallahu alaihi wasallam is mijn profeet en de islam is mijn religie. Allah zegt in de Koran, يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ ثَابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ. Allah subhanahu wa ta'ala maakt degene standvastig. Diegene die juist deze kennis opdoet, die maakt die standvastig in dit wereldse leven en hiernamaals. En met name momenten zoals dit, als je in je graf komt te liggen en vervolgens deze vraag krijgt. Dus Allah subhanahu wa ta'ala jouw basira heeft gegeven in dit wereldse leven, inzicht, waardoor jij alhamdulillah die kennis hebt kunnen verwerven en daarmee inshallah een mooi plekje zult krijgen in al-Jannah, in het paradijs. Jazakallahu khairan. Nog één korte vraag. We hebben natuurlijk verschillende boeken die deze verhandeling, want het is eigenlijk een risale. Een kort boekje, een klein boekje. Hij is natuurlijk op uitgebreide en minder uitgebreide manier uitgelegd. Mensen kunnen dat kopen. Mensen kunnen ook online bijvoorbeeld de lessen terugvinden. Die lessen die van jou zijn opgenomen of van andere betrouwbare studenten van kennis. Is dat de manier waarop je dat adviseert? Dat men bijvoorbeeld met het boekje en een vertaling dan terugkeert naar bijvoorbeeld jouw lessen? Om dat dan gewoon door te nemen? Ja, inshallah is dat denk ik de beste manier. Als je dat boek eerst aanschaft. Alhamdulillah is dat boek ook vertaald in het Nederlands. Okay. Dus dan zie je zowel de Arabische tekst als de Nederlandse tekst wellicht in dat ene boekje. En het is een heel dun boekje. Ja. Heel beknopt, mashallah. Als je dat boek hebt aangeschaft
En alhamdulillah is het wijdverspreid. Je kunt het in heel veel boekwinkels kopen. Ja. Vervolgens kijk je naar de uitleggen die gegeven zijn door betrouwbare sprekers. Er zijn heel veel sprekers die dit boek hebben uitgelegd. Ja. En dan kijk je naar datgene wat inshallah het beste bij je past. Wellicht is de ene docent pas meer bij je, zijn taalgebruik, zijn manier van spreken, dan een ander. Dus je kijkt naar de docent, zijn manier van spreken, de mate van kennis. Daarin verschillen de mensen ook natuurlijk. Je kijkt naar datgene wat inshallah het beste bij jou past. Vooral als je beginnend bent. Ik zou je dan adviseren om een zo beknopt mogelijk uitleg te vinden. Ja. Bij een student van kennis. Die jou inshallah het op een goede manier kan onderwijzen, dat boek. En als je niet kunt vinden, dan heb je online inderdaad alternatieve opgenomen lessen. Die je kunt terugbeluisteren. Zodat je toch een goed inzicht krijgt van het boek. En als je het boek hebt bestudeerd op die wijze. Dat je vervolgens het boek nog een keer bestudeert. Op een iets uitgebreide manier. Bij een andere student die het wat meer de tijd heeft genomen om dat boek gedetailleerd uit te leggen. En inshallah, als je dat tedrijen doet, shay'en fa shay'en, beetje bij beetje, dan zul je dat boek goed begrijpen en kunnen toepassen in jouw dagelijks leven. Nou, jazakallah khairan. Jazakallah khairan. We gaan niet te lang maken, niet te langdradig. We hebben het ook niet te kort gemaakt, alhamdulillah. Barakallah fik voor jouw komst, voor jouw inzet. We zullen dus in deze serie proberen verschillende studenten van kennis, bekende sprekers uit Nederland, proberen uit te nodigen. Die alhamdulillah, als het gaat om de kennis en de wetenschap, goed gegrond zijn. En de kennis ook werkelijk bezitten. Zij zullen dan inshallah met ditgeen wat jij vandaag hebt gedaan, ook andere boeken aan ons gaan aanbevelen. Dan kunnen wij op basis van kennis een soort boekenpakket samenstellen. Ook al is het maar in gedachten. En dat aan de mensen aanbieden, zodat zij weten van oké, dit moeten wij doen, dit zijn de adviezen. En het bestuderen van dit boekje of boek is op deze manier ervaren door betrouwbare studenten van kennis. Nogmaals bedankt voor jouw komst. Allah Jalla wa Ala weet het best. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Uffaqana Allah wa iyyakum jami'an. Amin. Jazakallahu khairan. Hafidhak Allah. Jazakallahu khairan.